Het is zaterdagmiddag 3:15 wanneer de brandweer wordt verzocht om aan de Petrarcastraat in Rotterdam een duif te bevrijden. Het beestje had zich vastgevlogen in een antiduivennet welke gespannen was over een balkon op de 4e verdieping van een flat. Met inzet van de ladderwagen van de brandweer was de duif snel bevrijd. Eenmaal beneden werden de laatste stukjes van het net losgeknipt van de duif. Daarna kon deze weer zijn vrijheid tegemoet vliegen.